De aanwezigheid van de koolstof-calciumoxide in het Brokkepoende gebied heeft een belangrijke reden. Dit zegt levensmiddelentechnoloog Ricky Stuttgaard in een gesprek met onze nieuwsdienst. De wetenschapper stelt dat de stof die in grote hoeveelheid in poedervorm is onderschept, mogelijk gebruikt wordt in de goudwinning om een bepaald effect teweeg te brengen. Het is namelijk zo dus dat wanneer reacties plaatsvinden in water, heb je dus dat de kans dat het product zuurder wordt of basiser wordt, de pH neemt af of de pH neemt toe. Dat kan dus plaatsvinden waardoor je dus het product die je eruit wil hebben, onvoldoende eruit haalt. Calciumoxide, gebruikste calcium, is eigenlijk een basisstof. Het heeft een zuurgraad boven de 7. Wanneer water heeft een zuurgraad van 7, het is neutraal. En bij wijze van spreken, alleen om het uit te leggen, lemmetje heeft een zuurgraad van 3, daarom azoa. Maar reinigingsmiddelen hebben bijvoorbeeld zuurgraden van 10 en 11. En ze gebruiken dus calciumoxide om ervoor te zorgen dat de zuurgraad constant blijft. Omdat als dus zo dat niet zouden gebruiken, dan zou je hebben dat er reacties kunnen plaatsvinden en dat goud in onvoldoende mate uit het erts wordt gehaald. Stuttgaard geeft verder aan dat de autoriteiten en belanghebbende organisaties die onderzoek doen in het gebied de zakken die nabij het meer zijn gevonden moeten testen. Zo kan er een duidelijk beeld gevormd worden hoeveel calciumoxide er is. Ook moet er onderzocht worden waar er cyanide is en nog staat. Pas wanneer je dus allemaal al die zakken hebt gecontroleerd, en met gecontroleerd bedoel ik, als je al die zakken, monsters hebt genomen en analyses hebt gedaan, dan pas kan je zeggen dat allemaal gebluste calcium is. Dat gezegd hebben, en als dat allemaal wel een calciumoxide is, om het zakje stabiel te houden, moet je ongeveer dan evenveel calciumoxide hebben als cyanide die je gaat gebruiken. Dus ergens zit er evenveel cyanideoxide ergens. Een vraag die ik me altijd heb afgevraagd, omdat dit ding speelt zich nu niet af, al sinds 2004 toen IAM Gold begon. Een vraag die ik me afgesteld heb, die bassin waar ze dus cyanide opvangen. Je moet het zien als een soort zwembad. Daar vangen aan cyanide daar. Wat gebeurt er met dat cyanide die al die tijd daar is? Stuttgaard vraagt zich af hoe omgegaan wordt met de stoffen om die onschadelijk te maken. Hij benadrukt dat het vraagstuk serieuze aanpak behoeft. Calciumoxide wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de metaal, papier, agrarische en andere sectoren onder strakke richtlijnen.